Mijn naam is Dunia Borabben, ik studeer sociologie en mijn thesis gaat over alledaagse discriminatie tijdens het winkelen. Het doel van mijn onderzoek was om alledaagse discriminatie tijdens het winkelen te bestuderen. Meer specifiek ging ik na of dat klanten van Belgische en Maghrebijnse origine op een gelijke manier behandeld werden, maar ook of dat mannelijke en vrouwelijke klanten op een gelijke manier behandeld worden tijdens het winkelen. Ik heb praktijktesten uitgevoerd voor mijn onderzoek en bij praktijktesten hebben we een test- en een controlepersoon. Dus twee kandidaten die zoveel mogelijk op elkaar lijken en die enkel mogen verschillen in het kenmerk waarvan we verwachten dat de discriminatie teweeg brengt. In dit geval dus etniciteit of geslacht. De test- en controlepersoon hadden als taak om zich als een klant te gedragen, een kledingstuk uit te kiezen en met dat kledingstuk lopen ze dan naar dezelfde winkelbediende en stellen ze ook éénzelfde vraag. En die vraag ging als volgt. Excuseer, ik vind mijn maat niet, kunt u mij helpen? Op basis van die vraag konden we dan nagaan of dat de test- en controlepersonen hulp hebben ontvangen, maar ook de manier waarop dat ze hulp hebben ontvangen. En daarnaast zijn we ook gaan kijken of dat ze begroet en aangesproken werden door de winkelbediende, maar ook of dat ze aangestaard en gevolgd werden tijdens het winkelen. Eerst en vooral tonen de resultaten aan dat er sprake is van een specifiek genderpatroon. Hierbij hebben we voornamelijk kunnen vaststellen dat mannelijke klanten systematisch meer begroet worden, maar ook systematisch vaker aangesproken worden door de winkelbediende om hulp aan te bieden in vergelijking met vrouwelijke klanten. Daarnaast zagen we ook een onderscheid tussen klanten van Belgische en Maghrebijnse origine. En hierbij hebben we voornamelijk opgemerkt dat klanten van Maghrebijnse origine veel minder geholpen werden tijdens het winkelen. En we zagen ook dat mannelijke klanten van Maghrebijnse origine voornamelijk te maken hadden met ethnic profiling, wat eigenlijk inhoudt dat ze voornamelijk aangestaard en gevolgd werden tijdens het winkelen en dus meer in de gaten worden gehouden door de winkelbediende. Ik hoop dat mensen beseffen dat discriminatie in de meest alledaagse situaties kan voorkomen en daarom ook in de meest subtiele vormen kan voorkomen. En dat besef is dan ook een eerste stap in de strijd tegen discriminatie.